Omdat haar vader ook in de accountancy werkt, heeft dat de voorkeur van Shasveta. Maar ze is nog niet zeker of dat bij haar past. Tijd om in de praktijk uit te vinden wat accountancy eigenlijk inhoudt. Bob, kun jij me vertellen wat Accountus precies doet en hoe het is ontstaan? Accountus is een accountantsadviesorganisatie. We zeggen van onszelf dat we de accountant van de toekomst zijn sinds 1924. Want we zijn in 1924 opgericht door ondernemers die doorhadden dat je met elkaar meer bereikt dan alleen. En uiteindelijk zijn wij daaruit ontstaan en zijn we nu in een vorm waar ook 40% van het personeel eigenaar, mede-eigenaar is van het bedrijf. Gecombineerd dan met onze doelgroep, onze klantengroepen, die ook mede-eigenaar zijn van het bedrijf. Wauw, dat is wel een heel uniek concept, denk ik, of niet? Nou, er zijn er niet zoveel van. Nee. Wij zijn eigenlijk, als je in de hele accountantsdiscussie kijkt, georganiseerd zoals men het nu zou wensen. Wat vind jij zelf de leukste specialisatie of vind je alles leuk? Accountancy is natuurlijk een heel nieuwsgierig vak. Je kan naar heel veel keukens kijken, je leert er heel veel van. En dan is het leuk wanneer je meerdere soorten bedrijven ziet, dat noemen we typologieën. Maar dat is wel even belangrijk. In de accountancy heb je eigenlijk twee soorten accountants. Je hebt de adviesaccountant, dat zijn wij in hoofdlijn. En je hebt de controleaccountant, die echt toetst of de jaarrekening klopt en daar een accountsverklaring bij geeft. En wij zijn hoofdlijn eigenlijk een adviesaccountantskantoor. En dat betekent dus wij relatief heel veel klanten hebben, maar relatief kleine. We hebben ook een controleteam, wat de wettelijke controles doet bij de jaarrekening. Maar dat is bij ons eigenlijk maar 5-6% van onze omzet. En wat moet je kunnen, wil je accountant worden? Accountant moet heel goed kunnen luisteren, moet heel goed kunnen analyseren wat gebeurt. Dan moet dus eigenlijk de wereld, de cijfers begrijpen en de wereld achter de cijfers daar ook in zien. En moet daar ook heel breed kunnen kijken naar van, ja, welke risico's loop je, welke kansen liggen hier, hoe ga je daarmee om. En moet dus ook een ondernemer kunnen coachen. Cindy, kun je mij vertellen wat jouw functie hier is bij Accountus? Ik ben vestigingsleider van kantoor Emmen. En wat houdt het precies in, vestigingsleider? Daar heb ik de verantwoordelijkheid voor het kantoor en de aansturing van ongeveer 22 mensen op dit moment. Daarnaast ben ik nog ondernemersadviseur en heb ik mijn eigen portefeuille met MKB-ondernemers. En we hebben daarop de specialisatie voor horeca en lesje. En wat vind je de leukste specialisatie? Ik ben al jaren ondernemersadviseur en sinds juli 2015 ook directeur van Emmen. Het boeiende daarvan vind ik dat je met medewerkers werkt en die kunt laten ontwikkelen, het beste uit zichzelf kunnen laten halen. Maar je hebt het net over het beste uit jezelf halen, hè? Dat stuur je ze aan. Ja. Hoe doe je dat? Nou, door veel gesprekken te voeren, kijken waar de kwaliteiten van medewerkers liggen en juist daar de focus op leggen. Maar dan help je ze eigenlijk ook met doorgroeien. Ja. Dat is hier heel erg mogelijk, heb ik begrepen, want jij bent ook niet begonnen met de functie die je nu hebt, hè? Ben ik ooit gestart bij het accountantskantoor als receptioniste en wat administratief medewerker. En eigenlijk heb ik vanaf de start alle facetten doorgemaakt. Dus van administratief, receptioniste, administratief, een stukje lonen gedaan. En uiteindelijk assistent accountant en daarin doorgegroeid. En in 2012 kwam er eigenlijk een nieuwe directeur en die zei van, volgens mij zit er meer in je. Ik zeg, dat denk ik ook. Yeah. En die heeft mij toen de kans ook geboden om adviseur te worden. En ja, daar heb ik ook gewoon weer aangegrepen, zeg maar. Dus je moet zelf uitdaging zoeken en zo af en toe moet je kansen krijgen. Ja, en als je ze dan krijgt, dan moet je ze ook met twee handen aanpakken. Lina, hoe ben jij bij Accountus terechtgekomen? Verschillende accountantskantoor gezocht en daar stond Accountus bij. En wat houdt het in, junior assistent accountant? Wat zijn je taken dan? Ja, je begint als starter. Ja. En dan begin je met het invoeren van de administratie. En dan daarna kun je later de jaarrekening samenstellen. Mm-hmm. En daarna kun je ook gewoon later, als je iets bent, dan kun je advies geven aan de klanten. Okay. Ja. En als je nou een tip mag geven aan de mensen die ook net uit het buitenland hier naartoe zijn komen verhuisd, of iemand anders die gewoon niet zo goed weet wat ze willen, waarom moeten ze dan kiezen voor accountancy? Omdat als accountant ben je niet alleen bezig met de cijfers, mm-hmm. maar je krijgt verschillende uitdagende vragen. Dus het is een veelzijdig beroep. Ja. Verder kun je andere mensen helpen bij hun financiële vraagstukken. En dat is echt leuk als je gewoon goed kan helpen. Welke functie hoop jij nog te bereiken?
Ik ben nieuw junior assistant accountant. Ik wil groeien tot senior accountant. Daar later kan ik als teammanager de functie vervullen. En wellicht in de toekomst financieel directeur. Wauw. Nou, dat gaat je zeker lukken. Ja, dat ik geloof ook. Accountancy is dus mensenwerk. Je bent de steun en toeverlaat van de ondernemer als die vragen heeft over bijvoorbeeld financiën, administratie of belastingzaken.